We staan hier vandaag op het Bevrijdingsfestival in Den Haag met alle halve finalisten van de Global Battle of the Bands. Wat is het raarste dat ooit misging on stage? Net, stroom uit. Wat is jullie beste en slechtste eigenschap? Chaotisch. Is het best of slecht? Allebei. Ja, dat zorgt voor veel creativiteit en tegelijkertijd voor een slechte organisatie. Top. Welk album uit je vaders platenkast heeft het meeste invloed gehad op je muziek? Nou, dat was een singletje Pamela van Toto. Pamela. Ja, doe even een stukje. Pamela. Mooi. Slechtste woordgrap met je eigen bandnaam zelf bedacht of gehoord? Sjaak en Mathilda. Sjaak die houdt van haar. Mathilda die is kaal. Hij is gek. Slechtste woordgrap bandnaam. Ooit gehoord? Niks? Nee, ja, eigenlijk niet. Nee. Steenpapierschaar. Oh. Nee, man. Ja, dat is het allerbeste, man. Dat is de beste eigenschap. Nee. Oké, duidelijk. Baas in de band en hoe merk je dat? Dat was al genoeg antwoord. Hè? Ik hoop dat dit antwoord wel genoeg zegt. Ja, dat dacht ik al. Dat ooit op het podium is gebeurd? Ik weet wel inderdaad dat ik heel vaak kan hebben dat het eerste letter, of niet letter, het eerste woord van een nummer kwijt ben. En als ik dat hele woord kwijt ben, dan weet ik de rest van het nummer dus ook niet meer. Dus ik stond op een gegeven moment en de band speelde en ging maar rondjes doormaken. En op een gegeven moment liep ik naar de bassist van, wat is nou ook weer het eerste woord van dit liedje? En hij zei van, dat weet ik dus nu ook al niet meer.
Nou, dat was dus vast een goed nummer. Een fantastisch nummer. Maar ik wist het niet meer. En hij zei één woord en toen hop, toen rolde alles er weer uit. Maar dat is helemaal maf. Als je het eerste woord kwijt bent, dan weet ik vaak de rest ook niet. De Kernkoppen! Applaus! Eerste reactie! Ja, bizar! Hoe kan dit nou? Ja, we hadden het niet verwacht. Waarom niet? Atlantic Attraction was echt heel goed. Wij zijn bescheiden. En andere mensen waren ook echt heel goed. Dit is Ilko die gewoon bier heeft gedronken. Ilko heeft bier op. Ik ook, maar dat maakt niet uit. Ik ga terug naar Dio. We gaan naar Dio. Gefeliciteerd! Dankjewel, fans. En eerste reactie? Oké, die had ik al gedaan, hè? Maar nog een keer. Ik kan tweede reactie. Derde reactie. Wow, vet. Top, gefeliciteerd. Jeetje. Ik voelde me even in mijn darmen. Dat is mijn eerste reactie. En de tweede, ik voel hem zo uit mijn... Nee, ik vond het spannend. Het was een lange tijd geleden dat ik zoveel spanning in mijn maag voelde. Je lult. Nee, echt waar. Wedstrijdjes deed ik eigenlijk niet meer sinds dat ik 11 was. En dit is de eerste keer en ik dacht, ik ben er wel overheen gekomen. Ik vind wedstrijden niet meer spannend, maar dat bleek niet waar te zijn. Ik vind ze nog steeds hartstikke spannend.